Bevestig de sensoren zo vroeg mogelijk aan de bloedlijnen, zodat deze kunnen opwarmen. Om de Deen met NephroFlow aan te zetten, gebruikt u de aan-uitknop aan de rechterzijde. Het apparaat start in de snelle modus, waardoor er snel toegang is tot de Access Flow en recirculatiemeting. Start met de Access Flow meting. Wanneer er een andere bloedlijn gebruikt wordt dan bij de voorgaande meting, selecteer de juiste bloedlijn in de bloedlijndatabase. Volg de aanwijzingen op het scherm, stop de bloedpomp en sluit de klemmen op de bloedlijnen en naalden. Draai de bloedlijnen om. Druk op offset en hou de klemmen gesloten. Als de offset bepaald is, open de klemmen en herstart de bloedpomp. Het apparaat detecteert de flow en laat een groen licht zien wanneer deze klaar is voor de meting. Bevestig een spuit met 10 ml fysiologisch zout op de veneuze kamer. Dien de bolus toe in een gelijkmatige beweging in 3 tot 5 seconden zonder een veneus alarm te veroorzaken. Zodra de Deen met NephroFlow de bolus detecteert, zal de meting automatisch starten. Na enkele ogenblikken zal het resultaat verschijnen. Hierna wordt de recirculatiemeting uitgevoerd. Druk op recirculatie en volg de aanwijzingen op het scherm. Stop de bloedpomp en sluit de klemmen op de bloedlijnen en naalden. Draai de bloedlijnen weer naar de juiste positie. Druk op offset en hou de klemmen gesloten. Als de offset bepaald is, open de klemmen en herstart de bloedpomp. Het apparaat detecteert de flow en laat een groen licht zien wanneer deze klaar is voor meting. Bevestig een spuit met 10 ml fysiologisch zout en dien de bodem toe in een gelijkmatige beweging van 3 tot 5 seconden zonder een veneus alarm te veroorzaken. Zodra de Deen met NephroFlow de bolus detecteert, zal de meting automatisch starten. Na enkele ogenblikken zal het resultaat verschijnen.